Hi, hi Leo, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 20. En dat is van maandag 14 mei tot en met zondag 20 mei. Als je de kaarten schudt om te kijken wat deze week staat te wachten, dan trek ik de volgende kaart voor de Leeuw. Het 10 van zwaarden, de ridder van bekers, de 7 van staven en de wereld. Ik zou zeggen, beste Leeuw, dat het een week lijkt waarin er in ieder geval in eerste instantie een einde komt aan bepaalde ideeën die je in je gedachten hebt. En misschien vind je dit wat lastig om ermee om te gaan, maar uiteindelijk gaat het je echt veel goeds brengen. Het lijkt alsof je juist weer passie gaat voelen voor hetgene wat je wilt. En dat je juist die kant op gaat waarin jij eigenlijk graag weer verder wil. En misschien heb je het wel een stukje wat je een beetje had laten varen voor iemand of voor jezelf. Maar in ieder geval een bepaalde situatie die je toen de tijd niet heeft toegelaten. En dat je nu weer denkt van, ik weet waar ik voor wil gaan en ik ga er ook voor. En ik heb het idee dat je hier dus een bepaald begin mee gaat maken. Maar dat je ook echt weer heel snel op dreef komt. En waarbij je het gevoel hebt van, ja, ik heb de goede richting gekozen. En dit geeft je gewoon een ontzettend goed gevoel. En daar word je heel vrolijk en blij van. Dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. Ik zou ook zeggen, geniet heerlijk van deze week. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Als je een leuk berichtje achter wil laten, kan dat natuurlijk. Ik zie je sowieso volgende week weer terug.